Ja. Meneer Hiddema, koop een pistool, zei u bij een bijeenkomst in de, met ondernemers in Zuid-Limburg. Dat stond in de kop, hè? Dat stond in de kop. Van het Algemeen Dagblad, ja. Zei u het niet dan? Nou, kijk, als je dit ziet en dan ook nog die zelfverzekerde aanblik van de man die het, ja, die het allemaal gezegd amper, zou hebben. Dan zou je denken, volk te wapen. Hè? Van de overheid moeten wij het niet hebben. Ik moet u zeggen dat ik zelf er ook van stond te kijken, want ik heb mij uitgelaten in deze zin, te midden van een zeer wetsgetrouw gezelschap. Tenzij is een hele serene bijeenkomst van ondernemers. Netwerkend en wel een jurist hadden uitgenodigd om zich te laten informeren over de huidige stand van de criminaliteit. Dat vond men wel spannend. Dat was u, die jurist. En dan willen ze natuurlijk bloed, zweet en tranen, zal ik maar zeggen. Hè. Hoe gaat het er buiten ons beschermd milieutje wel niet aan toe? Wat een wilde man halen we dan binnen? Maar het was dus bepaald niet zo dat ik daar de meute, laat ik zeggen, naar geweld neigende, half asociale, opgehitste types heb aangespoord om nu te wapen ons te begeven richting de gestelde machten die te weinig bescherming bieden. Nee, maar wat u wel deed, is dat u heeft gewezen op dat het aantal overvallen en inbraken is toegenomen. Ja, nou, daar hoef ik ze niet op te wijzen. Daar komen ze zelf wel mee. En dat de veiligheid van die mensen dus een kwestie is. Ja. En dat u zei, nou, een groot deel van die mensen heeft al een wapenvergunning. Ja. En anders moet je die maar zien te krijgen. En zorg dat je dan een pistool hebt.